Een veelgestelde vraag is hoe je nou eigenlijk zelf video's of screencasts maakt op je Mac. Daar ben je zelf helemaal geen extra dure software voor nodig. Je Mac heeft standaard een screencaster aan boord. Dat is QuickTime Player. We starten de speler op. Je krijgt nu nog niks te zien, alleen bovenin QuickTime Player en het menu. Kies nu voor archief. Je krijgt nu drie mogelijkheden. Je kunt een nieuwe filmopname maken, dan opent hij de webcam, een nieuwe audioopname maken, voor alleen geluid opnemen en een nieuwe schermopname maken. Hiermee maak je de screencast. Je krijgt dan het screencastblokje in beeld. De schermopname. Tijdens de schermopname blijft dit blokje gewoon in beeld. Je zult in het uiteindelijke filmpje dit blokje niet terugzien. Voordat je gaat beginnen, kun je nog wat opties instellen. Klik op het driehoekje. Je kunt kiezen welke microfoon je wilt. In dit geval kies ik even voor geen. Je ziet dan ook de geluidsbalk gelijk verdwijnen. En je kunt de kwaliteit van de video bepalen. Normaal hoog. En tenslotte kun je ook nog de muisklikken tonen in je opname. Als je dan op de recordknop klikt, krijg je nog weer een keuze. Door ergens in het scherm te klikken, doe je volledig scherm. En je kunt een vierkant slepen om een deel van het scherm op te nemen. In dit geval kies ik even voor volledig scherm. Je ziet nu dat QuickTime begint te lopen. Hij laat gelijk de grootte van het bestand zien en de tijdsduur van de video. Als je klaar bent met je video, druk je op de stopknop. Je krijgt nu je video terug te zien. Je kunt de video afspelen en je kunt hem ook zo al delen. Het mooiste is om deze video natuurlijk eerst even af te werken in bijvoorbeeld iMovie. Daarvoor is het handigst om hem eerst te exporteren. Je kunt ook rechtstreeks naar iTunes doen, maar voor de beste kwaliteit is het soms toch ook handig om gewoon te exporteren. Kies daarvoor exporteer. Kies de locatie waar je het wilt hebben. Je kunt je naam invoeren van je bestand. En de structuur. Waarbij je een aantal standaard keuzes hebt. We gaan natuurlijk voor de beste kwaliteit en kiezen voor 1080p. Vervolgens klik je op exporteer. En QuickTime zal je film exporteren. Dat doet hij doorgaans erg snel. We sluiten QuickTime nu af. Door te stoppen. Hij zal je ook nog vragen of je het filmpje wat je hebt opgenomen wilt bewaren. Dus niet wat je hebt geëxporteerd, want dat heb je al bewaard. Dat kun je nog doen. Ik kies in dit geval voor bewaar niet. Je ziet nu op het bureaublad staan het filmpje wat we net hebben opgenomen. Als je die afspeelt, zul je dus in volledig beeldscherm de beste kwaliteit krijgen. Zo simpel maak je dus zelf een screencast met behulp van QuickTime Player. Heel veel succes!